Ken je dit banaantje nog? Dit iconische stukje fruit was eens het boegbeeld van Hives, het eerste en enige sociale medium van vaderlandse bodem. Hives was buitengewoon populair. Na de lancering van het platform in 2004 groeide het aantal gebruikers tot bijna 10 miljoen. Het is zo ontzettend leuk om op Hives te zitten, om te kunnen communiceren met anderen, om blogs te lezen, om krabbels te versturen. 6 jaar na de oprichting echter hield het sociale medium er opeens mee op. Moederbedrijf De Telegraafgroep trok de stekker eruit. Hives had last van de financiële crisis en daarmee tegenvallende inkomsten. Het gaat een beetje glijden op een gegeven moment. Je voelt het en je probeert er van alles aan te doen om het tijd te keren. Maar misschien nog veel belangrijker is dat het in 2010 een supermachtige concurrent erbij kreeg. Facebook. Hives bleek geen partij voor het miljardenbedrijf uit de Verenigde Staten. En zo verdween het banaantje uit beeld. De ondergang van Hives staat niet op zich. Online geldt het recht van de sterkste. Krap 4 decennia na de introductie van het internet blijkt de markt te worden gedomineerd door een klein groepje megabedrijven met hele diepe zakken en heel veel macht. Techbedrijven als Amazon, Google en Meta, het moederbedrijf van Facebook, maken en dicteren de markt. Wil je meedoen, dan dien je aan hun regels te houden. Vragen wij ons af, is dat eigenlijk nog wel eerlijk? Moeten we niet iets doen om big tech aan te pakken om ook anderen een kans te geven? We're riding on the internet, cyberspace set free. Het internet, bijna 40 jaar oud en niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan. Als we in de jaren 90 aangesloten worden op het net, is het hek van de dam en slaan we met z'n allen aan het surfen. Behalve voor heel veel vermaak, op chatsites met online spelletjes en op sociale media, ontdekken we het internet als vrijplaats voor bedrijven. Digitaal ondernemen is sneller en efficiënter en er zijn veel minder barrières dan in de offline economie. Met een paar klikken vinden we gebruikers en klanten over de hele wereld. Succes verzekerd. Ik denk dat het heel snel gaan gebeuren is sinds de jaren 80. Omwille van het feit dat, dat er die samenloop is tegelijkertijd met de technologische digitale revolutie. Het punt waarop we eigenlijk alles anders gaan gebruiken en anders gaan produceren zijn door die digitale technologie. Jan Eekhout is de expert op het gebied van de digitale economie en verbonden aan de University College in Londen, de Amerikaanse Princeton Universiteit en de Barcelona Graduate School of Economics. Volgens hem is van het hoopvolle beeld dat we ooit van het internet hadden weinig terechtgekomen. Anno vandaag lijkt de markt verstoord, zegt hij. Er gaan weliswaar biljoenen om in big tech, maar al dat geld wordt maar verdiend door een beperkt aantal bedrijven. Machtige ondernemingen met ongekend rijke eigenaars en directeurs. Wel, de markt is verstoord omdat we geen pure concurrentie tussen bedrijven hebben. Omdat een aantal bedrijven zo dominant zijn dat ze eigenlijk geen concurrentie terug hebben. De gevolgen van die dominante bedrijven is niet alleen voor lonen en voor de werknemers. Het is niet alleen voor de economie in het algemeen en ook de prijzen die de consumenten betalen. Maar het is ook voor de andere bedrijven en precies de kleinere bedrijven. Een van de meest verbazende feiten is dat het aantal start-ups nu vandaag kleiner is dan wat het was in het begin van de jaren 80. Wil je tegenwoordig als klein bedrijf een plek op de digitale snelweg, dan heb je je aan te passen. Je hebt als startende ondernemer pas bestaansrecht als je door de grote zoekmachines gevonden wordt. Als je je koopwaar aanbiedt via een grote webwinkel, heb je ook veel meer klanten dan wanneer je alles op eigen houtje gaat aanbieden. En voor je reclame ben je aangewezen op de grote jongens bij de sociale media. Heb je eenmaal succes en word je groot als digitaal bedrijf, dan zou je zomaar overgenomen kunnen worden. Die grote bedrijven nemen wat we noemen killer acquisitions aan. Dus wat ze gaan doen is, ze nemen die kleinere bedrijven over, die start-up bedrijven over, niet om ze te laten ontwikkelen, maar in tegendeel om ze te laten uitsterven en dus ook geen concurrentie te hebben. Een markt met meerdere bedrijven houdt zichzelf in stand. Dat is de regel. Is die controle er niet, dan gaat het fout. En met de grote techbedrijven gaat het fout. The commission fined Google 2.42 billion euros for abusing its dominance as a search engine. Google wordt op zijn vingers getikt vanwege machtsmisbruik. Amazon ligt onder vuur vanwege de slechte omstandigheden in zijn gigantische magazijns en de lage salarissen voor zijn werknemers.
En Facebook draagt bij aan het verspreiden van onwaarheden, van fake news. We need to make sure that people aren't using it to harm other people or to spread misinformation. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. Hoe kunnen we die enorme macht van de monopolisten doorbreken? Nou, misschien door de bedrijven op te knippen om zo ook anderen een kans te geven. Internationaal hebben we al meer dan 100 jaar regels die voorzien in een eerlijke markt. Dus de ideale oplossing is niet, in de meeste gevallen, is niet om die bedrijven te gaan opsplitsen. Want we hebben precies de grote waarde en de efficiëntie die we halen uit het feit dat ze zo groot zijn. Omdat er schaalvoordelen zijn, omdat er netwerkeffecten zijn. Dus de beste oplossing is om die netwerken te gaan scheiden van de operatoren die erop zitten. Dus dan heb je tegelijkertijd het voordeel van het schaalvoordeel, maar ook het voordeel van de concurrentie die de prijzen naar beneden halen. Lukt het de politiek om de macht van de monopolisten te bedwingen, dan is er ruimte voor bedrijven als Hives. Wat zijn Hives? Hives. Dat sociale medium dat nog ooit eens verkocht werd op televisie door onze eigen premier. Volgens Eekhout zijn Europa en Amerika op de goede weg. Maar of dat alle initiatieven ook tot strengere regels leiden en daarmee tot echte verandering, dat is nog te bezien. Er is bijvoorbeeld de Digital Markets Act van de Europese Commissie die een poging doet, een wetgeving invoert om die digitale technologieën en bedrijven te gaan reguleren, om meer concurrentie te creëren. Maar er zijn er ook enorme grote uitdagingen. Een van de grote uitdagingen is het feit dat die grote dominante bedrijven ook eigenlijk een vicieuze cirkel meemaken die te maken heeft met het feit dat door hun grote winsten, die komt van hun marktmacht, hebben zij fondsen om de politiek te gaan beïnvloeden. Wil je meer zien? Ga dan naar Zeitgeist op YouTube. Abonneer je en volg ons om op de hoogte te blijven van de laatste filmpjes. Zeitgeist vertelt je het hele verhaal.